Het is vandaag 26 april, zondag 26 april. Weet u nog hoe het leven was op 26 februari? Twee maanden geleden. De dag voordat het eerste besmettingsgeval van corona in Loon op Zand in Nederland werd vastgesteld. Het is nu 59 dagen geleden dat corona ook Nederland bereikte, althans dat het eerste geval werd vastgesteld. Op 6 maart van dit jaar viel de eerste dode aan corona. Een man van 86 jaar overleed aan COVID-19. En 3 dagen later kwam het advies om geen handen meer te schudden. Om te voetje zoenen, zoals minister-president Rutte dat toen noemde. Geen handen schudden. En achter elkaar in maart kwamen de maatregelen. 1,5 meter, restaurants dicht, theaters gesloten. Kerkelijke bijeenkomsten dicht, meer dan 100 mensen verboden. Nu onder de 30 in bijzondere gevallen nog toegestaan, zoals begrafenisdiensten en hele kleine gemeenten in grote ruimte. Het is nu 26 april en het einde is nog niet in zicht. Zeker, de belasting op de IC's is wat teruggenomen, maar we kunnen nog vele maanden van beperkende maatregelen tegemoet zien. En er wordt gesproken over een mogelijke tweede golf van besmetting in het najaar, in de herfst. Er zijn natuurlijk wel wat maatregelen die verzacht worden, maar het leven is lang niet meer het oude. Weet u nog waar u was, 26 februari, toen het leven nog normaal was? Weet u nog hoe u zich toen voelde? In deze 59 dagen is ons leven ingrijpend veranderd. Maar misschien is er toch één die in dit alles hetzelfde blijft. Misschien is ons geloof wel beproefd, maar niet weerlegd. Misschien is het wel onder druk komen te staan, maar niet minder geworden. We gaan vandaag weer een eredienst met elkaar beleven. Een eredienst voor de thuisblijvers in deze bijzondere tijd, 59 dagen na het begin van de coronacrisis in Nederland. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer.
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we er zijn en dat we mogen weten dat wij het voorwerp zijn van uw genade en liefde, ook vandaag, ook in deze benarde omstandigheden. We roepen tot u uit de nood, Heere. Red ons, bewaar ons van het gevaar dat nu dreigt. Red ons ook wereldwijd. Heere, geef een wending in deze geschiedenis die zoveel levens kost en zoveel schade aanricht. Wees met ons met uw zegenende en helende hand. Help ons in dit uur om onze aandacht naar u te richten. Even weg te kijken ook van onze eigen omstandigheden, maar naar u op te kijken en naar uw troon van genade. Heere, verhef onze harten tot u. Laat onze lippen uw lof verkondigen. Want u bent de Heere, de God van Israël, de koning van deze wereld. En alle dingen zijn in uw handen. Heere, leid ons door deze tijd heen naar uw wil, tot het heil dat u over ons hebt beschikt in uw Zoon Jezus Christus. Hem willen wij eren, hem willen wij volgen. Geef ons daartoe de kracht door de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar een gedicht van John Donne, op toon gezet en uitgevoerd door Voices 8, de versie van William Harris. Ik geef alvast even de vertaling. Breng ons, o Heere God, bij onze laatste opwekking in het huis en door de poort van de hemel. Binnengaan door die poort en wonen in dat huis, waar geen duisternis is, nog schemering, maar één gelijkmatig licht. Geen lawaai, maar ook geen stilte, maar één gelijkmatige muziek. Geen angsten,
geen hoop, maar één gelijkmatig bezit. Geen einde en geen beginnen, maar één gelijkmatige eeuwigheid. In de woonplaats van uw glorie en uw heerschappij. Een wereld zonder einde. Amen. De schriftlezing komt uit het evangelie naar Lucas. Lucas 5 om te beginnen in vers 12. En toen hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij, dat is Jezus, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil, word gereinigd.
en meteen verliet de melaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat uzelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Meteen hierna vinden we een bekende geschiedenis, de genezing van een verlamde, die door zijn vrienden door het dak van een woning wordt neergelaten. En ik lees daar twee versen uit. Vers 20. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen, wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En dan nog vers 30 en 31. Dat is een deel van de geschiedenis van de roeping van Levi. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, tegen de schriftgeleerden en fariseeën, die gemopperd hebben, gemord hebben, omdat hij met Levi aan tafel zat. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover deze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren.
zusters en broeders, melaatsheid of de ziekte van Hansen was in de middeleeuwen net zo dodelijk of misschien wel dodelijker in aantallen, in percentages van sterfgevallen als het coronavirus in deze dagen is. En het wonderlijke is dat de kerk na verloop van tijd begon te begrijpen dat de beste manier om melaatsheid te bestrijden het volgen van de Bijbelse aanwijzingen was. Melaatsheid werd lange tijd gezien als iets wat als een straf van God over mensen kwam. En als het een straf van God was, dan mocht je niet eens proberen dat te bestrijden. En melaatse waren gewoon een deel van de bevolking. Ze werden niet apart gezet. Maar toen de kerk begon te begrijpen dat de aanwijzingen die Israël gekregen had om melaatsheid te bestrijden, hier nodig waren, ging het ook langzamerhand de goede kant op. In de loop van de middeleeuwen kwam de melaatsheid tot stilstand, ging op zijn retour, maar bleef nog lange tijd aanwezig. Middelen om het vroegtijdig vast te stellen bestonden bijvoorbeeld niet. En het merkwaardige is dat pas in de 19e eeuw, zo'n beetje aan het einde van de eeuw, de melaatsheid effectief werd bestreden. Hoe dan? Ja, door hetzelfde wat wij nu hebben, door isolatie. Patiënten isoleren van hun omgeving. Mensen van elkaar weghouden, social distancing. Het stichten van lepra-kolonies, lepra, een andere naam voor die melaatsheid. Lepra-kolonies op allerlei plaatsen. Met name in Noorwegen was die benadering heel effectief. In Noorwegen, eind van de 19e eeuw, was de melaatsheid praktisch tot stilstand gebracht en verdwenen. Bijbelse aanwijzingen voor melaatsheid hebben op die manier een hele actuele betekenis. Zeker, er kon geen medicijn worden ontwikkeld tegen melaatsheid tot in het begin van de 20e eeuw. En nu zien we nog steeds in India schrijnende gevallen waar dat medicijn niet op tijd is toegediend. Vanwege de hoge kosten ervan zijn dan met name de armen het slachtoffer, maar waar kinderen nu wel worden ingeënt, gevaccineerd. Zodra er maar een klein beetje melaatsheid geconstateerd wordt, kan het ook worden behandeld en kan de melaatse genezen. Ik denk dat melaatsheid in de Bijbel daarom het dichtste bij het coronavirus komt als we naar parallellen zoeken in de Bijbel. En daarom is die tekst van Lucas 5 voor ons toch heel interessant. Het geeft tegelijkertijd iets aan van de wil van God voor ons en geeft iets aan van een ander perspectief op wat wij doormaken dan wij voor onszelf hanteren. En ik bedoel daarmee dat er een andere manier is om naar gezondheid en naar het virus te kijken dan wij nu gewend zijn te doen. Ik ga dat natuurlijk toelichten. Maar eerst, heel eenvoudig, de blijvende wil van God. Een man was er vol melaatsheid. Als die man was doorgelopen, als hij langs Jezus gelopen was, was er niets gebeurd. Maar hij weet dat zijn enige mogelijkheid van genezing niet ligt bij mensen. Melaatsheid was ongeneeslijk. En dat hij ook zeker niet zou genezen als hij zich met andere melaatsen buiten de stad zou ophouden. Hij doet hier eigenlijk iets wat verboden is. Hij begeeft zich te midden van de mensen in de stad. Er is een gevaar van besmetting van anderen. Melaatsen werden geacht, als ze dan in de steden kwamen, om voortdurend te roepen: melaatsen, melaatsen, onrein, onrein. Niet alleen maar dat ze ziek waren, maar ze waren ook buitengesloten van het deelnemen aan religieuze bijeenkomsten. Want daar was uiteraard het besmettingsgevaar het grootste. Als een priester melaatsheid opliep, dan was hij ook buitengesloten van de tempeldienst. Ook daar het gevaar van besmetting, maar ook dat de aanblik van een priester vol met zweren en wonden vanwege de melaatsheid de aandacht zou kunnen afleiden van zijn priesterlijke dienst. Dat is een van de redenen dat aan de priester zulke hoge
lichamelijke eisen werden gesteld. Deze man loopt in die steden rond en in plaats van te roepen onrein, onrein en zich verder te houden van anderen, zag hij Jezus. En toen hij Jezus zag, gebeurde er iets met hem. Hij heeft zijn reputatie misschien gehoord of hij heeft iets bijzonders gezien in de gedaante, in de uitstraling die Jezus als mens gehad heeft. En dan wierp hij zich met het gezicht ter aarde en begint tot hem te bidden. Het is het gebaar van onderwerping en aanbidding dat hij zich neerwerpt ter aarde. Hij geeft zich daarmee helemaal over aan de macht van Jezus, zoals een dienaar dat doet als hij voor de koning zich neerwerpt ter aarde. Het is een gebaar van het besef volledig overgeleverd te zijn aan zijn genade. Je zou kunnen denken waarom alle mensen om hem heen zich niet op die wijze ter aarde hebben gebogen. Je zou kunnen denken, waarom is het toch dat alleen een melaatse tot deze daad komt, tot deze daad van overgave en aanbidding? Nu, dat kan alleen maar zo zijn, omdat een melaatse als geen ander moet beseffen dat hij niet in handen is van andere mensen, dat er geen machten zijn waar hij beschikking over heeft, maar dat hij uiteindelijk afhankelijk is van God en van God alleen. En die God van wie hij afhankelijk is, heeft hij in Jezus gezien. In een gelaat dat blijkbaar heeft uitgenodigd om te bidden om vergeving en genade. En zo bidt deze man, Heere, als u wilt kunt u mij reinigen. Het is een kort gebed en het is een modelgebed. Het begint met als u wilt. Het begint met de erkenning van de soevereiniteit van deze God. Die handelt op zijn gronden, op zijn tijd, met zijn doelen. Er is geen enkele mogelijkheid om te claimen dat Jezus deze man genezen moet. Er is geen enkele reden voor Jezus om iedereen te genezen. Dat zullen we ook straks zien bij het tweede punt dat ik wil gaan uitleggen. Heere, als u wilt, en alleen als u wilt, als dat hoort bij uw plan met deze wereld, zo zouden wij kunnen bidden. Rondom het coronavirus en de besmetting. Heer, als u wilt, kunt u genezen. Heer, als u wilt, kunt u deze dreiging wegnemen. Maar belangrijker dan wat wij willen, en wat ons vanzelfsprekend lijkt, is wat hij wil. Is dit virus een straf? Ik denk het niet. Is het door God gewild? Niet in de zin dat hij ons dat lijden wilde geven. Maar heeft hij het toegelaten in zijn soevereiniteit? Jazeker. En dan mag er bij ons het besef zijn dat als hij het toelaat, er op een of andere wijze een aansluiting moet zijn bij zijn plan, bij zijn wil. Dat is een aansluiting die wij niet kennen en niet begrijpen. Misschien is het zoals vele andere natuurrampen in de wereld toegelaten omdat er dan een nadrukkelijk appel naar ons uitgaat. Als er in de Filipijnen een zware aardbeving is, als in Japan een ecologische crisis dreigt door het ontploffen van een kerncentrale, dan worden wij opgeroepen tot solidariteit, tot medemenselijkheid en naastenliefde. Het is alsof daardoor een test ontstaat, of onze wereld bij machte is om solidair te zijn, om samen sterk te zijn, om met elkaar door deze crisis heen te gaan. Zo worden we met onze neus op de feiten gedrukt. We komen erachter wie we zijn. De coronacrisis is een gigantische spiegel voor onze humaniteit. Wie we zijn en wat we voor elkaar willen zijn, wordt nu heel nadrukkelijk duidelijk. En zeker ook in wat nu wat minder aandacht nog heeft, in onze economische solidariteit. En de noodzaak om een stapje terug te gaan doen, want onze economie zal niet meer zo overspannen kunnen zijn als ze de laatste tijd voor corona geweest is. Heere, als u wilt. Hij spreekt hem aan als Heere. In Jezus ligt alle soevereiniteit. En hij begint zijn gebed met als u het wilt. Het hangt van die wil af. Maar als die wil er is, is het ondenkbaar dat God onmachtig zou zijn. U kunt mij reinigen. Hij bidt niet voor de hele wereld. Hij bidt vanuit zijn persoonlijke nood, kunt u mij reinigen.
Hij heeft geen mooie gebeden over hoe de dreiging van de hele wereld moet worden weggenomen. Daarvoor is die nood te sterk en te direct en onmiddellijk. U kunt mij reinigen. Reinigen, ook weer zo belangrijk. Het belangrijkste blijkbaar in zijn benauwde omstandigheden, dat is het feit dat hij is buitengesloten van de eredienst. Dat hij geen toegang meer lijkt te hebben tot de God van Israël. En dat hij is buitengesloten van Gods genade en Gods liefde. Reinigen. Mij weer in staat stellen om de God van Israël op te zoeken en tot hem te bidden in de gemeenschap van Israël. Niet, u kunt mij gezond maken, maar u kunt mij reinigen. Er zit zoveel in dit gebed. De acceptatie van Jezus als Here. Het vooropstellen van Gods wil. Het besef dat alle macht bij deze Jezus ligt. En dat de nood niet in de eerste plaats is de gezondheid, hoezeer dat ook voor hem een rol zal spelen, maar een reiniging. Je zou je kunnen voorstellen dat dat ook ons gebed is. Heere, als u wilt, kunt u ons niet genezen, niet de dreiging wegnemen, niet ons helpen om weer terug te gaan naar de oude omstandigheden, want laten we eerlijk zijn, zo perfect en volmaakt waren die niet. Maar kunt u ons reinigen? U kunt ons een heel nieuwe start geven en een nieuwe verhouding tot u. Heere, als u wilt, kunt u ons reinigen. De Heer Jezus steekt zijn hand uit, raakte hem aan. Hij is niet benauwd voor besmetting. Hij kan hem aanraken. En zijn aanraking is een daad van reiniging. Ik wil het, zegt hij. Ik wil. Wees gereinigd. Onmiddellijk is het ook zover. De Heere toont hier zijn almacht, boven alle ziekte. Wat zou er nou gebeurd zijn als die man niet gebeden had? Of als zijn gebed niet al deze elementen had omvat? Voorrang van Gods soevereiniteit. Het gaat om zijn plan en zijn wil. Het gaat om de erkenning van zijn macht. En het gaat om de reiniging en niet om de genezing. Stel nou voor dat dat niet gebeurd was. Zou dan deze reiniging ook hebben plaatsgevonden? De reden dat de Heer Jezus het wil, wordt nu vervolgens uitgelegd. Niet alleen maar dat hij medelijden heeft met deze man en dat hij graag ziet dat hij geneest. Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Waarom niet? Omdat het niet gaat om het wonder van de reiniging of van de genezing. Blijkbaar is het God helemaal niet te doen om uw en mijn gezondheid altijd perfect te houden. Een wonderlijke, ernstige, maar ook wel lastige waarheid. Zeker, de Heer Jezus wil dat de melaatse gereinigd is. Maar het gaat hem daarbij niet uitsluitend om die gezondheid. Daarom wil hij ook niet dat de melaatse over zijn genezing gaat vertellen. Jezus wil niet de wonderdoener zijn aan wie mensen alleen maar vragen om hun lichamelijke heling. Hij heeft een ander doel. Daarom moet deze man naar de priester gaan, zoals voorgeschreven in de wet van Mozes, en het gebruikelijke offer brengen. Het offer waarin God gedankt en geëerd wordt voor zijn genezing. En de priester moet dan eerst vaststellen dat de melaatsheid inderdaad geweken is. Hij houdt een register bij. Hij is degene die vaststelt of iemand melaats is en zijn naam wordt dan in het register ingeschreven. Zo kan deze man bij de deur al worden tegengehouden als hij zou willen deelnemen aan de eredienst. Als het offer voor die reiniging gebracht is, mag hij weer deelnemen. En zo geeft de Heer Jezus aan deze man ook zijn eigenlijke wens. Gereinigd te zijn en weer te mogen deelnemen in de gemeente van Israël. En dan staat er achter, laat u zelf aan de priester zien, breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, maar dan komt het doel van de Heer Jezus naar voren. Waarom heeft hij het in dit geval gewild? En waarom zijn niet alle melaatse genezen? Dan staat er, tot een getuigenis voor hen. De priester kan vaststellen dat de melaatsheid, die al ver gevorderd zal zijn, nu ineens volkomen is genezen.
en hij zal verwonderd vragen wie deze genezing tot stand gebracht heeft. En dan zal de melaatse tegen hem zeggen, het is Jezus van Nazareth, aan wie ik heb gebeden om mijn reiniging, en hij heeft mij gereinigd. En de priester zal daardoor horen van de aanwezigheid van de Messias, van de Christus, in hun midden. Het is een getuigenis voor hen. De priester was onder de wet van Mozes onmachtig om te genezen. Het enige wat hij kon, was de ziekte vaststellen en vervolgens de melaatse buiten de gemeenschap plaatsen. Indammen, zoals de maatregelen waren van de Rooms-Katholieke Kerk. Indammen, zoals onze maatregelen zijn nu. Want we hebben nog geen vaccin en we hebben nog niet voldoende testmateriaal. Tot een getuigenis voor hen dat hier iemand in hun midden is die meer macht heeft over de ziekte dan zij. Het niet alleen vaststelt, niet alleen maar een maatregel neemt, maar daadwerkelijk geneest. En zo kan er een getuigenis komen voor wat Jezus eigenlijk komt doen. Want hij kwam niet om te genezen. Hij kwam niet om de wet te ontbinden, dat blijkt hier. Maar hij kwam om die wet te vervullen. En wat dat is, dat horen we in dat andere gedeelte wat we net hebben gelezen en daarover straks. Het gaat bij de genezing van de melaatse, de reiniging van de melaatse, dus uiteindelijk om iets anders, iets belangrijkers dan de lichamelijke gezondheid. Het volgende gedeelte, de genezing van een verlamde vanaf vers 17, het gedeelte waar we maar een klein stukje van gelezen hebben, maakt dat heel erg duidelijk. We kennen het verhaal, de melaatse wordt door het dak naar beneden gelaten, in de hoop dat er genezing zal zijn. Genezing is het doel van de vrienden van deze verlamde en het doel van die verlamde zelf, ongetwijfeld. Maar dan zegt vers 20, en toen hij hun geloof zag, hun vertrouwen, hetzelfde vertrouwen dat de melaatse had, u kunt mij reinigen, zegt hij tegen hem, zei de Heer Jezus tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. Wat een merkwaardige reactie. De verlamde blijft verlamd. Pas later in de geschiedenis, in vers 24, zegt hij, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Als de fariseeën gemord hebben over die uitspraak, uw zonden zijn u vergeven. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de genezing van de verlamde, die later plaatsvindt, en
en de vergeving van de zonde. Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en loop? Schijnbaar is die genezing van de verlamde veel moeilijker. Schijnbaar is de uitspraak, uw zonden zijn u vergeven, een kwestie van lege woorden, misschien wel van aanmatiging, misschien wel, zoals de fariseeën denken, van godslastering, immers alleen God kan zonden vergeven. Maar er zijn twee dingen hier van belang. Het eerste is dat het moeilijker is om naar waarheid te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. De genezing, de lichamelijke gezondheid van de man, is maar een deel van wat die man is. Die man is niet alleen maar een lichaam, maar die man heeft een ziel. Hij heeft een persoonlijkheid die het voorwerp is van Gods genade en liefde, meer nog dan zijn lichaam. Hoezeer ook, zeker in het Joodse denken, het lichaam bij onze persoonlijkheid hoort. Hoezeer ook, gezondheid ook onze persoonlijkheid betreft en ziekte dus die persoonlijkheid kan aantasten. Maar het gaat de Heer Jezus dus niet om de genezing, maar het gaat hem om de zondevergeving. Zo gaat het hem bij de melaatse niet om de genezing, maar om de reiniging. Weer toegang krijgen tot de eredienst en hier vergeving ontvangen, zodat de zonden geen barrière meer zijn tussen deze man en God. Daarom eerst de zondevergeving, want dat is het belangrijkste. De Heer Jezus heeft daarmee geraden, wellicht en beter, heeft geweten wat het eigenlijke verlangen van deze man is. En heeft in ieder geval geweten wat zijn diepste nood is. En die diepste nood is niet zijn verlamming, die diepste nood is de zonde in zijn hart. Daar moet mee worden afgerekend. En ook in onze coronatijd lijkt het erop dat mensen vaak vergeten waar het eigenlijk om draait. We leven in een wonderlijke tijd. Al ver voordat het coronavirus ons raakte, was die tijd er al. En het coronavirus maakt nog eens duidelijk en brengt aan de oppervlakte wat tot de vooroordelen van die tijd behoort. Wij leven in wat ik wel eens noem een lichaamscultuur. Ons lichamelijk welzijn en op de voet daarvan, op de voet gevolgd daardoor, ons economisch en financiële welzijn, definiëren wie we zijn. Zo kijken we naar onszelf. Hoe zit onze gezondheid in elkaar? En wat is de status van onze bankrekening? Maar dat is een illusie. Het gaat juist om ons morele leven. En daar zijn we snel klaar mee in deze tijd. Als je het een ander maar niet al te lastig maakt, dan ben je moreel niet schuldig. En als je de overheidsregels niet overtreedt, heb je ook geen last van een wereldlijke straf. Maar wij zijn in de eerste plaats morele wezens. Onze persoonlijkheid, onze ziel is een morele werkelijkheid. En de Heer Jezus prikt heel hard door de vooroordelen van onze tijd heen als hij zegt, man, uw zonden zijn u vergeven, in plaats van wees genezen. De genezing vindt pas plaats in het kader van een discussie met de fariseeën, die zich verzetten tegen de zondevergeving, maar eigenlijk tegen de genezing geen bezwaar zouden hebben. God kan genezen en alles blijft verder bij het oude. Nee, zegt de Heer Jezus, God kan vergeven en dan wordt alles nieuw. Dan ontstaat er een nieuwe werkelijkheid en een nieuw leven. En de grote vraag is dus of God de genezing wil of God de vergeving wil. Ook in deze tijd wil ik eraan vasthouden dat God in de eerste plaats de vergeving wil. De vergeving wil aanbieden en geven voor een ieder die het geloven wil. En al het andere is teken en getuigenis. De genezing is het teken of het getuigenis van de vergeving waarom het eigenlijk gaat. Dat gezond zijn dus in Gods ogen niet de allereerste plaats inneemt, terwijl dat in onze beleving, in onze cultuur wel het geval is,
wordt duidelijk gemaakt in vers 31 en 32. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Dat is het beeld van de gezondheid. De Heer Jezus komt niet om gezonden te genezen, uiteraard niet, maar wie ziek zijn. En wie daar ophoudt met lezen, zou denken dat deze tijd ook alleen maar te maken heeft met de wil van God om te genezen. En waarom geneest hij dan nog niet? En waarom hebben we het er zo moeilijk mee? Maar vers 32 maakt duidelijk waarom het hem eigenlijk te doen is. Waarom het hem ook in deze tijd te doen is. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, zoals een arts niet geroepen is om gezonde mensen te genezen. Ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Die roepstem van God tot zondaars, die klinkt ook in deze tijd. Die klinkt in ziekenhuizen en bij mensen thuis en die klinkt op straat. Die kunnen we horen, zelfs wanneer we ons bezighouden met het virus en de gevolgen alleen. Die kunnen we horen als we zitten te midden van de puinhopen van deze economie. Maar dat is de roepstem waarom het gaat. En dat is wat we, als we onze blik naar de hemel richten, ook moeten verwachten en waarom we moeten bidden. De melaatse moet bidden, wilt u mij reinigen? De verlamde moet bidden, wilt u mijn zonde vergeven? Want de Heer Jezus is de heelmeester van een virus dat veel dodelijker is dan het coronavirus. Het virus van de zonde, evenzeer besmettelijk, evenzeer dodelijk, nee, nog erger dodelijk. Want iedereen die de zonde doet, verdient de dood. Behalve zij die hun blik richten op Jezus en zeggen, als u wilt, reinig mij. Als u wilt, vergeef mij. En die vergeving is uiteindelijk wat ons heel maakt. Onze ziel heel maakt. Zelfs wanneer ons lichaam zou vergaan. Zelfs wanneer ons lichaam ten prooi valt aan het coronavirus. Dan mag je weten dat je mag rusten in Gods vergeving. En dat je voor eeuwig geborgen zult zijn. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
Heer onze God, Koning van de wereld, we willen u dankzeggen over wat u tot ons gezegd hebt door uw woord. Dat u heerst over ziekte en gezondheid, maar meer nog, dat u ons op wil zoeken om ons de vergeving te schenken voor die veel dodelijkere ziekte die in ons is, de zonde. Heere, dank u dat u in uw Zoon een weg tot bevrijding hebt gegeven, een weg van verzoening met u, een weg van vergeving van zonde, een weg van kwijtschelding van de schuld. Heere, dat we niet vergeten, dat we niet vergeten dat onze zonde scheiding maakt tussen u en ons, niet onze ziekte, en dat de vergeving het doel is waarvoor u ons, uw Zoon, gezonden hebt en niet de gezondheid. Heere, dank u dat we mogen weten dat u in hem, in uw Zoon, het middel gaf tot genezing van de zonde. Heere, wees met ons in onze dagelijkse levens. Wees bij ons en met ons en om ons heen als een beschermende wal bij al de zorgen die we hebben voor onszelf en voor onze naasten, voor ouders en grootouders. Heere, wees met ons. Sterk ons vertrouwen in u. Sterk ons vertrouwen in u, omdat u alle dingen in uw handen hebt. Omdat we weten dat geen mus van het dak valt zonder dat uw wil daarbij betrokken is. Heere, die wil van u, het kan zijn dat we die niet verstaan, maar we willen toch daarin vertrouwen. In de zekerheid dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Heere, wil dat aan ons hart ook bevestigen in de week die voor ons ligt, in die misschien moeilijke dagen die nog komen. Wees zo met ons. Wees met allen die op de intensive care eenheden liggen. Wees met allen die patiënten verzorgen, coronapatiënten met name in ziekenhuizen. Wees met allen die nu moeten wachten op genezing en behandeling in ziekenhuizen, omdat coronapatiënten voorgaan. Wees met allen die een zieke in hun familie hebben en daarover zich zorgen maken. Wees met allen die rouwen over slachtoffers die nu al gevallen zijn. Heere, wees bij ons. Laat ons niet alleen, maar houd ons vast en ga met ons samen deze tijd door. Tot het moment komt, tot die heugelijke dag komt, dat deze dreiging van ons is afgewend. En Heere, wilt u dan geven dat wij u niet zullen vergeten en uw bijstand en uw zorg voor ons in deze tijd niet eenvoudig weg zullen negeren. Heere God, wilt u geven dat velen die in deze tijd van dreiging en crisis misschien gaan nadenken over de zin van hun leven, hun weg mogen vinden naar het evangelie van uw Zoon. Heere, wilt u geven dat nog veel mensen tot bezinning en tot bekering mogen komen. Heere God, wees met onze gemeenten die nu zo weinig actief meer kunnen zijn, die de prediking op afstand via internet moeten horen, die het echte contact met elkaar op de zondag zo moeten missen. Heere, blijf onze gemeenten opbouwen. Uw gemeente, Heere, mogen zij ondanks alles toch bloeien in deze tijd. Nu we meer tijd hebben om ons met uw woord bezig te houden, misschien ook een hogere intensiteit beleven in ons gebed, Heere, en ook misschien mogen ervaren bij het bijbellezen en bidden, bij het zingen van onze liederen, dat u waarachtig ons nabij bent. Heere, we willen in een ogenblik van stilte onze persoonlijke zorgen brengen bij uw troon van genade. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen. Ik hoop en ik bid voor u dat u veilig zult zijn in deze benarde tijden. En dat het u goed gaat op de plaats waar de Heere u gesteld heeft. Maar wees dan verzekerd dat u, of u nu nog werkt of alleen thuis kunt blijven of ziek bent, dat u mag gaan en staan met zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.